Meneer Groenendijk heeft een haperende bankpas. Hij vraagt zich af of een bank deze altijd kosteloos moet vervangen. Medfonds vindt dat als jij je pas normaal gebruikt, het banken een kapotte pas, een magneetstrip die niet werkt, kosteloos moeten vervangen. Dus als jouw bankpas dienst weigert bij de supermarkt of op het treinstation of wat dan ook, terwijl je hem gewoon netjes in je portemonnee bewaard hebt en er verder geen gekke dingen mee gedaan hebt, vinden we dat je een gratis nieuwe pas moet krijgen van de bank. Het is eigenlijk met name de magneetstrip op de passen die voor veel problemen zorgt. In de toekomst gaan we allemaal betalen met je chip op je bankpas en die zou minder gevoelig moeten zijn. Dus hopelijk behoren dan de problemen met de niet werkende bankpassen tot het verleden.